Eigenlijk nog twee, twee belangrijke vragen. Eén gaat over de mensen en één over dat je zei, we moeten hier veel meer geld aan uitgeven. Uh, laten we beginnen bij het geld. Gaan we, de de mensen is nog leuker, daar gaan we, daar gaan we straks even. Ja. Hoeveel meer geld is er dan nodig en op welke plekken? Dus dan heb je huishoudens die hier eigenlijk meer geld aan moeten uitgeven, bedrijven, maar ook de overheid. Nou, laten we eens kijken, wat, wat zouden bedrijven nou moeten doen? of wat zouden die hier meer aan moeten uitgeven... of hoe moet dit beter verankerd zijn in het, in het bedrijfsmodel? Ja. ja, bij bedrijven... ik heb het eerder gezegd... het moet niet het ondergeschoven kindje zijn... of de systeembeheerder die dan security erbij krijgt als taak. Van, nou, ga jij maar even kijken hoe we secure kunnen zijn. Dat, dat kan niet meer, weet je. Je moet een dedicated afdeling hebben. Er is wel een positieve verschuiving... want de bedrijven hebben ook zelf wel door... dat het een ja. businessmodel is, dus ze moeten wel. Uh, dus dat gaat nog ja, relatief, denk ik, wel uh, steeds beter. Uh, maar bijvoorbeeld, het moet dus niet aan die medewerker liggen... dat ze aan hun, op een linkje hebben geklikt. De infrastructuur moet er gewoon zijn... dat iedereen op een linkje gewoon kan klikken... en dat er niks gebeurt. Maar ja, dat betekent ook weer dat we Gescheiden, minder, gescheiden netwerken. Gescheiden netwerken, ja. ja of, uh, maar dat betekent ook dat we misschien minder gebruiksvriendelijk worden. Dus ja, dat is elke keer steeds dus een even, afweging. In je organisatie, je hebt een, 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 een netwerk waarmee je uh, uh, naar buiten kan. Dus waarbij je op linkjes kan klikken. De betaling voor de sportclub kan doen als, er, uh, 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 als je het ja. op je werk uh, doet. Uh, en je hebt een netwerk waarmee je bij alle data komt die belangrijk is voor je bedrijf. En dat is afgesloten. Ja, klopt. Ja. Maar ook binnenin... De, het bedrijf moet ja. er scheidingen zijn. Precies. Like, uh, waar je Chinese staan walls en, tussen uh, de. Je productiesystemen. Ja, dat moet allemaal afgescheiden zijn, zodat het niet daarheen kan. En, maar vooral je backups. Je backups zijn het belangrijk ook voor, de, voor je privéomgeving. Ja. Uh, Want ja, onze wereld is gewoon digitaal, dus ja. we moeten die goed beveiligen. Oké, okay. dus, dus dat zijn ja. de bedrijven. Dat ja. is ook dat is ook. Wat kan de overheid beter doen hierop? En wat wat moeten nou een stuk, na maart hebben we een nieuw kabinet? Wat moeten die als het over cyber gaat? Wat, waar moeten die in investeren? Ja, voor de overheid en dan, dan heb ik het misschien ook al over gewoon uh, de gemeentes, de steden of in ieder geval dan. alle systemen in in de overheidsorganen die uh, zien de noodzaken misschien nog niet per se. Van in zoals de bedrijven, want het is niet hun core business of als ze zij plat liggen, dan gaan de klanten weg. Het is, het is niet commercieel, dus daar is het al helemaal een ondergeschoven kindje. En um, uh, ja, is het, is het vaak niet goed op orde in Amerika? Zie je al dat hele steden worden platgelegd en ja, dat, dat, dat de overheid daarvoor moet opdraaien. Als, als een stad plat ligt, een gemeente door ransomware, wie moet dat dan gaan betalen? Ja. Ja, dus dat is wel. Jij en ik. Een, ja, ja, precies. En iedereen jij en ik die nu luistert. iedereen die nu en, luisteren. Ja. Dus dat is wel zorgelijk. En ja. in Nederland is het volgens mij nog niet op hele grote schaal gebeurd. Maar um, uh, ja, ook daar moeten we heen om daar om geld voor uit te trekken. En serieus geld. Want je gaat meer geld kwijt zijn als het een keer gebeurt. En dan, heb je, dan moet je het geld aan ook nog de crimineel gaan geven. Ten, terwijl je het liever wil investeren in, 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 het be, betere, ja, in een betere systemen. Ja. Oké, okay, dus je zegt bij de overheid moet het meer top of mind zijn. Ook daar moet data security, moet iemand apart, maar heb je aparte afdelingen voor nodig. Dedicated teams. En dan moet je dus veel geld voor uittrekken. En ja. voortdurend blijven ontwikkelen. Want dat is eigenlijk. Uh, zo snel als dat je appjes moet, de, de, de ja. apps op je telefoon hebt... omdat je ze weer moet updaten, omdat er weer een verbetering is... of dat er een bug in zat, dat geldt ook voor je beveiliging. Dat ja. is voortdurend een proces. Dat is niet even dit klaar hebben staan en verder. Nee, nee. en dat is natuurlijk de digitale wereld. Hoe snel het ja, wijzigt en ook voor, voor mij in mijn werk. We moeten continu uh, ja. voorbereid zijn op nieuwe dingen. Ja. En dan hebben we de komende jaren onwijs veel techneuten nodig... Uh, en uh, we hebben nog veel meer Gina's nodig. Die hebben uh, die, uh, nogal meer dan raketgeleerden. Ja. Om het even goed te maken hoe ik deze, deze we aflevering. Hoe we zijn begonnen. Ik ben blij dat je nog wilde nee, praten. Trast op mezussen, dus ah, nee, goed. Ik ben heel wel begonnen mijn zussen. Maar dat betekent wel dat we nog meer mensen voor, 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 voor deze sector moeten kiezen. Voor ja. deze opleidingen. Um, wat zou jouw warme aanbeveling zijn? Waarom moet je dit gaan. Mijn, mijn, mijn oudste is zes. Waarom zou, hij dit, uh, waarom zou hij dit moeten gaan studeren straks? Als die, ja. Uh, ja, ik hoop dat als mensen nu naar mij luisteren, dat ze ook enthousiast worden over, over het werk wat ik doe. Want ik zit niet alleen maar achter een laptop. Nee. Laat dat even duidelijk zijn. Want dat is denk ik waar heel veel mensen voor schrikken. Ik wil niet alleen maar achter de laptop zitten. Een zolderkamertje. Een zolderkamer. Ja, maar... Terwijl je eigenlijk de hele dag al op je telefoon zit. Dus weet je, het is, tegen, het is niet eens meer zo'n grote stal. Want we zijn nu al allemaal digitaal aan het worden. En ik ga dus mee in de operatie. Weet je? Ja. je bent ook wel echt dicht bij de mens. Uh, bij uh, wat er gewoon gebeurt om je heen. De criminaliteit. Je probeert de maatschappij beter te maken of iets. Um, ja, in ieder geval iets, een klein beetje, een stukje. Als ik één persoon kan helpen of één iemand kan motiveren, inspireren om dit werk te doen. Ja, ik hoop dat het te meer zijn, want we hebben natuurlijk veel meer voor nodig. Kijk, je bent zo um, van digitale hulpverlener. Ja. Zoals ja. Iemand, als er een ongeluk is, de politie naar je toe komt rijden om, om te helpen, of, of een ambulance, broeder ja. of zuster. Dat doe jij nu ja. online ja, en dat is eigenlijk dus, ja. er is een, iets toegevoegd aan wat hulpverleners kunnen doen: namelijk online komen helpen. Ja, precies. En ik denk dat dat wel um, mensen ja, hopelijk aantrekt om dat dus ook te kunnen doen. Uh, en ja, weet je, je moet wel inderdaad wat technische opleidingen volgen. Maar ook dat, ja, je hoeft, je hoeft niet artificial intelligence te studeren, wat ik heb gedaan. Ik bedoel, er zijn best wel al veel studies nu, uh, die. Uh, uh, ja, voor, wat voor soort studies? Ja, op um, uh, hogeschool Leiden heb je als het goed is, forensisch onderzoek. Ja. Of ICT, ICT forensisch onderzoek. Uh, nou, dat is best wel een leuke studie. Of voor mensen die, uh, die daarvan afkomen. Of in ieder geval, die komen in mijn veld. Ja, ja. ja. Um, maar ook, wat, wat ik ook nog wel wil zeggen, zoals inderdaad uh, jouw zoon. Juist die jongeren hebben we echt nodig. Ja. Want we moeten. Die, die jongeren groeien hiermee op. Zij zijn de hele dag op. In, nou goed, ze zijn een groot deel van hun, van hun leven. In de digitale wereld. Daar moeten we ook voor waken, overigens. Maar Zeker. zij kunnen veel sneller, sneller schakelen dan eigenlijk ik al. Ook al nou ben ik hopelijk nogal jong. Maar, maar eigenlijk de nieuwe generatie van nu zie je al dat zij veel sneller kunnen denken over nieuwe technologieën. Die dan wellicht cybercriminaliteit kunnen stoppen. Dus eigenlijk moeten we daar zo snel mogelijk mee, uh, mee beginnen. Nou, waar ik nog aan dacht, als je het hebt over veiligheid. Ik zou bijna zeggen: dit, zou, dit hoeft niet een heel vak op school te zijn. Maar ik zou willen dat ieder kind op school. Uitleg krijgt over uh, uh, ja. de veiligheid en hoe je gechanteerd kan worden en hoe je dat eigenlijk met relatief eenvoudige middelen kan beschermen. En dat je, wij wel spreken, in de klas zelf twee uurtjes zo'n les hebt en het hebt over sextortion en wat nou als je ja. een fotootje stuurt en wat gebeurt daar. Nou, laten we dan nu, wie wil dat, dat je gelijk in de klas met elkaar die twee staps uh, verificatie uh, yeah. uh, instelt? Yeah. En, en dat je. Dat, is wel, dat neem ik in ieder geval nog wel mee ook uit het gesprek. Ja. Want ik dacht, oh ja, dat is, dat, we zouden echt ook jongeren daar veel bewuster van moeten maken. Ja. Welke risico's er zijn. Want ik zie bij die, ik, ik voel mezelf ook heel jong. Uh, heel veel jongeren vinden mij tegenwoordig best oud. Ja. Maar, ik, maar ik, zeker die jongere generatie, die, die is, dat zijn zulke uh, uh, online natives. Die zijn helemaal ja. opgegroeid online. Alleen het veiligheidsbewustzijn is, 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 is niet op gelijke voet meegegroeid. Dus, dus daar, daar wat meer aan doen. Ook bewustwording voor je eigen digitale veiligheid, maar jongeren zijn vaak ook de criminelen. En ze kunnen heel snel de stap maken naar een strafbaar feit. Als jij met je ex wachtwoord inlogt op haar account, dan ben je, ben je strafbaar. strafbaar. En daar moeten we ook veel meer bewustzijn creëren. Dit, dat ze ik schrik iets... nu dit. Oh ja, ja. dat gaat er helemaal niet door. Ja, want ja, het is computervredebreuk, dus je bent strafbaar. Computervredebreuk? Ja. Dat is artikel 138-ab. En daar staat vier jaar op. Dus vier, wow. Ja. Dus voor iedereen die wel eens heeft ingelogd met het wachtwoord van zijn ex. Ja. Oké. Okay. Ja. Even ter check. Mijn vrouw en ik loggen wel eens in op elkaars uh, uh, e-mail. Met toestemming. Ja, dat, nou, ja. ja dus dat we weten van goed. elkaar dat we het doen. Ja. Dat kan toch? Ja, dat kan. Oké, okay, ja. dat is heel goed.